Volgens kaderrichtlijn water moeten in 2027 alle Nederlandse oppervlaktewateren een goede ecologische waterkwaliteit hebben. De ecologische waterkwaliteit wordt bepaald op basis van de organismen die in het betreffende waterlichaam voorkomen. Daarnaast worden op bepaalde momenten in de tijd fysisch-chemische en hydromorfologische parameters gemeten. Uit deze gegevens blijkt dat de ecologische waterkwaliteit bijna overal matig tot slecht is. Maar vaak is het onduidelijk waardoor dit komt. Deze kennis ontbreekt doordat oppervlaktewateren worden gezien als statische systemen, terwijl ecosystemen in werkelijkheid zeer dynamisch kunnen zijn. We laten dit zien aan de hand van een voorbeeld over de afvoerdynamiek in een beek. In natuurlijke laaglandbeken is de waterafvoer stabiel. Door menselijke verstoringen, zoals het normaliseren van beken en het kappen van het bos langs de beek, stroomt het water sneller af. Bij extreme regenbuien kunnen hierdoor hoge afvoerpieken ontstaan. Gedurende zo'n afvoerpiek neemt de stroomsnelheid toe en is er veel substraatbeweging. Als een afvoerpiek tijdens een kwetsbaar moment in de levenscyclus van een organisme plaatsvindt, kan deze fataal zijn. Deze kokerjuffersoort, die indicatief is voor laaglandbeken met een goede kwaliteit, wordt bijvoorbeeld tijdens het vroege larvale stadium weggespoeld als er hoge stroomsnelheden optreden. Afvoerpieken op andere momenten deren de dan oudere larven niet. Omdat een afvoerpiek binnen één dag komt en gaat, bestaat er een grote kans dat bij slechts één keer per maand meten deze piekafvoeren niet worden waargenomen. Het tweede voorbeeld gaat over de zuurstof in een sloot. Overdag produceren waterplanten en algen zuurstof. In de nacht wordt door alle organismen zuurstof gebruikt. Door rioolwater en mestuitspoeling komen er extra nutriënten in het water, waardoor planten en algen overmatig groeien. Hierdoor wordt overdag meer zuurstof geproduceerd. In de nacht wordt echter ook meer zuurstof gebruikt, waardoor er zelfs zuurstofloosheid kan ontstaan. De meeste waterdieren hebben zuurstof nodig om te overleven. Door overdag één meting te doen, worden de zuurstofdips in de nacht niet waargenomen. Beide voorbeelden laten zien dat eenmalige metingen slechts momentopnames zijn, waardoor we weinig te weten komen over de dynamiek van een ecosysteem. Een oplossing is om met dataloggers de hydrologische, morfologische en chemische processen continu te meten. Door inzicht te krijgen in de dynamiek van deze processen, wordt het mogelijk om de knelpunten voor de ecologische waterkwaliteit beter te detecteren. Op basis van deze nieuwe kennis kunnen waterschappen effectievere procesgerichte maatregelen nemen om de ecologische waterkwaliteit in Nederland te verbeteren.